Ja? Ja. Ja, dan kan ik datgene wat ervoor zit allemaal eruit kunnen. Ja. Of dat doe ik nu hier het muziekje, maar ik moet even kijken. Ja. Ik denk SharQ Talk nummer 47, denk ik. En dan is het 48 mensen, maar dat zien jullie nu gewoon op de slide staan. Het is weer tijd voor een SharQ Sessions Live vandaag. Het is een dinsdag. Ik zou het niet weten welke dag. 12 maart. Mensen, het is heel warrig vandaag geworden. Ik kan er ook niks aan doen. Dinsdag 12 maart. Dus tijd voor SharQ Sessions Live. En dit keer in Café De Haas in Voerendaal. En nu ga ik de naam proberen niet verkeerd uit te spreken. Voor de mensen die willen meekijken. Je kunt nu live zien hoe ik een vak op doe. Qua naam. Maar het is Etan. Ja. Huijs. Dat klopt. Yes, in één keer goed. Zie je mensen, dat hebben jullie nu gewoon gezien. Ik kan het ook gewoon in één keer goed uitspreken. In de vorige podcast die jullie misschien wel hebben gehoord, heb je mij een paar keer verkeerd horen zeggen. Dat is een beetje lastig als je het gewoon alleen maar via Facebook contact hebt. Ja, en dat kan alleen maar die naam ziet en dan denken dat je het zo moet uitspreken. Ja, het kan gebeuren. Maar tijdens een SharQ Sessions Live is het ook altijd de bedoeling dat we naast het concert wat we geven ook twee nummers opnemen. We hebben net, als jullie meekijken op de video, in deze ruimte een video opgenomen. Ja, het is heel klein. Beetje rommelig vinden mensen. Ik vind het wel meevallen. Maar een hele leuke clip opgenomen. Maar er komen twee clips eraan. Het zal nog even duren. Want er moeten nog twee andere clips eerst gereleased worden van de vorige SharQ Sessions Live. Waar jullie nog op zitten te wachten. Maar die komen eraan, hopelijk snel. En ja, voor degenen die vanavond de show aan het missen zijn, dit is de introductie tot Etan. Ja. Ja. Stel je eens even voor aan de luisteraars. Nou, ik ben dus Etan Huijs. Ik ben een singer-songwriter. Ik ben geboren in 1982, dus ik ben al een beetje richting oude lul aan het gaan. Ik heb veel ervaring, veel in bandjes gespeeld. Maar heel lang ook zoekende geweest naar een sound die bij me past. En ja, de afgelopen jaren gaat dat steeds beter en weet ik steeds beter mijn draai te vinden in het huidige Nederlandse muziekklimaat. Je zegt op zoek naar een eigen sound. Is dat door gewoon heel veel dingen te doen en daaruit te merken dat iets niet bij je past? Of is het gewoon echt heel veel luisteren naar anderen en denken, dit stukje en dit stukje, die drie samen, dat is mij? Een beetje van alles wel. Ik probeer heel veel dingen uit en dan merk je wel van hier kom ik iets beter uit de verf dan bij dat andere. En ook dat ik bijvoorbeeld met de jaren steeds meer ben gaan verdiepen in oude muziek, in de jaren 60 en 70 vooral. En ik merkte dat ik die manier van producties uit die tijd soms veel interessanter vind dan veel overgeproduceerde, meer moderne muziek. En die stijl heb ik daar een beetje, hoe zeg je dat? Daar ben ik een beetje door beïnvloed door de oude meesters uit het vak, singer-songwriters. En dan doe ik op een Neil Young, een Bob Dylan, dat soort mensen. En dat heeft me steeds meer gemaakt tot wie ik ben. Omdat ik heb een hele brede interesse qua muziek. En dat is natuurlijk... mensen moeten ook wel een duidelijk beeld hebben voor wat jij doet. Als je de ene dag een poptrack uitbrengt en de volgende dag een weet ik veel, een hardcore nummer. Dan zijn sommige mensen een beetje de weg kwijt. Maar ja. Je hebt inmiddels een plaat uit. Meerdere al. Twee zelfs. Ja. Ja, in ieder geval, je hebt er nu twee mee, zag ik net. In de merch stand. Ja. De eerste die een merch stand heeft bij ons. Nee, maar de plaat die in ieder geval op mijn weg kwam, was inderdaad de meest recente plaat natuurlijk met River's Flow staat erop. Ja, River's Flow. Flows. River's Flow. Ja, dat is die erop staat. Ja, het is luister lekker weg. Het is inderdaad wat je zegt. Je herkent wel bepaalde elementen erin die misschien wel mensen herkennen inderdaad uit het verleden. Ja. Niet direct misschien aan jou gelinkt, maar nu wel. Dat is alleen maar positief, toch? Ja. Wat is dat met singer-songwriters die altijd zo terugkijken naar de jaren 60, 70? Was het toen echt zo anders en zoveel beter? Kijk, het is natuurlijk een gekleurd beeld en ik hou van die muziek, natuurlijk ga ik daar ja zeggen. Maar wat wel gewoon, het stukje wat wel gewoon echt een feit is dat tussen, laten we zeggen, 65 en halverwege de jaren 70, er waren er een paar jaar op rij. Toen kwam er kwam er heel veel nieuwe muziek die er voorheen nog niet was. Je had blues bestond natuurlijk al, jazz bestond al. Maar echt het popliedje bestond niet tot aan ergens in de jaren 60. Beatles waren bijvoorbeeld een van de eerste die echt met popliedjes kwamen. Die zijn zelfs ook nog begonnen met de rock'n'roll en blues covers. Ja. En dat kwam zo langzaam. En toen gingen ze ook gelijk binnen een paar jaar. Er kwam natuurlijk ook een hoop drugs bij kijken. Vooral rond eind jaren 60. Toen iedereen ineens toen aan de LSD ging. Maar dat heel veel artiesten... Toen kwam er wel een heel... Hoe zeg je dat? Het kwam behoorlijk tot bloeien wat er toen in een paar jaar... in de studio was ineens alles mogelijk. Waar ze voorheen met 4 of 8 tracks maar werkten. En toen was ineens veel meer mogelijk. En toen gingen ze gelijk bijna alle uithoeken van de popmuziek verkennen in die paar jaar. En die explosie van creativiteit, die is denk ik daarna... Nee, dat weet ik eigenlijk wel zeker nooit meer geweest. Op die omvang in die enkele jaren. Is dat omdat toen analoog naar digitaal eigenlijk... ontstond. Ook ja. Het feit dat je nou wat je al zegt, meer sporig werd opeens mogelijk. Van 4 naar 8 naar, wat is het inmiddels, oneindig. Ja. Je zit nu op dat oneindige, dus je kunt ook nu niet meer iets nieuws ontwikkelen dan. Nee, dat is heel lastig. Daarom zie je ook dat steeds meer mensen teruggrijpen. Ook zeg maar een mainstream populaire act zoals bijvoorbeeld de Black Keys. Dat is ook gewoon muziek wat jaren geleden al gemaakt had kunnen worden. Maar dat is dan juist de charme. Maar het is wel vaak, doordat je weet al gelijk die uithoeken allemaal verkend zijn van de popmuziek, is op een gegeven moment ook alles gedaan. Dus je hebt, elk akkoordenschema is wel een keer gebruikt inmiddels. En... je weet wel, je kunt bijna niets nieuws meer bedenken. Dus wat we tegenwoordig doen, wat ik ook doe, is je pakt die dingetjes. Verschillende elementen. Smelt je samen tot een voor jou tof geheel. Wat ik zelf probeer. Ik probeer altijd wel een stukje experiment erin te proppen. Maar ik wil ook, wat je straks zei, of net zei, dat het ook gewoon een lekker wegluisterend geheel moet zijn. En dan bedoel ik niet dat het elevator muzak moet zijn. Nee, het is maar geen achtergrondmuziek. Maar dat je wel... je zet het lekker op en dat soort muziek vind ik fijn. Ik voor veel collega singer-songwriters, zeg maar, die niet in de mainstream zitten, is het vloek in de kerk om te zeggen van... Ik hou van grote refreinen en ik hou van een lekker melodieus poprefreintje. Ja. Maar dat is wel... Daar ben ik mee opgegroeid. Ik ben opgegroeid in de jaren 80, jaren 90. Daar heb je... toen had je heel van die grote popliedjes, die hele blije popmelodieën. Ja. En dat heeft natuurlijk wel, behoudt voor mij ook wel zijn charme. Iedereen weet inmiddels dat ik gewoon fan van de Backstreet Boys, hè? Dus dat, kijk, als je het over blije popliedjes hebt, ja, zeker. Daar konden zij aardig aan meedoen. Die plaat is uitgekomen vorig jaar. Ja. Wat is dat dan? Wat moet je dan doen als muzikant? Want die aanloop is al lang geweest. Ja. Die plaat komt uit. Is dan spelen? Of wat is jouw oplossing geweest om de plaat naar buiten te brengen? Ja, je zorgt dat je vooraf al een plan hebt. Want ik heb in het verleden wel eens een fout gemaakt. En heb je een plaat uit. En dat klinkt heel rijk qua instrumentarium en qua bandleden. En dan wil je die naar buiten brengen en dan verrek, ik heb eigenlijk helemaal geen live band. Dat zijn allemaal studiomuzikanten. En, dus nu vooraf al bedacht van, we willen ook wat shows gewoon met de hele band doen. Dat kan lang niet overal, qua grootte waar je speelt, ook qua gages waar je speelt. Dus je kunt lang niet overal steeds een complete band meenemen. Maar dat probeer je wel meer en meer te doen. En dan, je moet eigenlijk van tevoren al dat plan een beetje uitstippelen. Sommige dingen komen op je pad, als je ergens geboekt wordt, wat je zelf niet achteraan hebt gezeten. Dat komt gewoon op je pad, dat soort dingen. Zeker. Maar het is wel, je creëert daarin je eigen geluk ook een beetje. Want het is niet van, ik heb nu een plaat gemaakt en die vind ik zelf behoorlijk geslaagd en die leg ik hier op tafel en dan gebeurt het mee. Nee, dat is niet zo. Daar ben ik ook wel genoeg voor door de wol geverfd. Het is wel dat ik ook wel weet dat hard werken blijft. En dat je, maar goed, als je daar goed je best voor doet en hard blijft werken, dan komen er genoeg dingen op je pad. En in mijn geval was het een plaat uitbrengen en gewoon super hard door blijven werken. En nooit denken dat je er al bent. En dat heeft tot een paar goede hoogtepunten geleid die tot nu toe... ook überhaupt hoogtepunten zijn in mijn muzikale carrière tot dusver. Want die plaat is vorig jaar uitgekomen, dus dat betekent dat je eigenlijk meteen de intiemere, kleinere shows, de clubshows kan doen. Ja. De festivals die heb je dan net gemist, omdat die plaat pas daarna komt. Ja, we hebben toch nog een paar festivalshows staan, dus toch wel een stuk of 5 nog. Voor nu? Ja, voor dit jaar. Nee, heb ik bedoel van vorig jaar. Oh, van vorig jaar. Vorig jaar heb je ze net gemist en dit jaar kun je ze in beginnen te plannen. Ja. Bij een festivalshow, dan sta je het liefst met een grotere band. Ja. En inderdaad, zoals we vandaag spelen, in een klein gezellig cafeetje. Ja. Nou, zo klein is deze trouwens niet. Nee, dat was het podium is wel relatief klein. Er past net een bandje op met heel veel moeite. Ja. Dan sta je liever alleen. Maar die mogelijkheden heb je jezelf al gecreëerd vanaf het schrijfproces dan. Er zijn ook tussenliggende mogelijkheden als duo of trio. Maar ik vind, alleen dan ben ik natuurlijk ook compleet vrij in mijn setlist. Dan kan ik ineens op midden in de set denken, nou, dit nummer ga ik even overslaan. Ik ga dat spelen. En dan ben je helemaal vrij. En als je dan ineens ter plekke bedenkt van, ik ga dit liedje iets anders spelen dan normaal. Ja, met een bandlid gaat dat niet. Ja, dat is wat lastiger om dat even allemaal de juiste nummer in te zetten op dat hetzelfde moment. Want als je dan dit jaar wat meer shows gaat spelen, ook daar buiten, hè, de festivals. Ja. Is het dan ook voor jou een hele andere aanloop? Is dat dan ook een hele andere, ik wil sfeer zeggen, maar moeten we sfeer moeten uitkijken met dit woord, weet ik inmiddels. Nou, sfeer kun je wel denken. Sfeer, maar sferisch niet. Nee, ik bedoel, wordt je setlist daar echt heel anders van? Wordt het ook een hele andere muziek bijna, zou ik het zeggen? Ja, het is natuurlijk een heel andere dynamiek als je met band speelt. Je kunt je set heel anders opbouwen. Maar het is wel, met deze bandsamenstelling spelen we nog niet zo heel lang. Dat is echt een halfjaartje of zo. Dus we hebben niet 25 nummers waar we uit kunnen kiezen met hele band. Dus dan is het toch wel, veelal een beetje dezelfde setlist als we tenminste een uur moeten vullen. Dan is het met band wel een beetje dezelfde setlist. We kijken wel altijd, of ik kijk altijd wel waar ik speel als ik ergens een intieme show, bijvoorbeeld voor Sofa Sound doen, waar we straks over hadden. Dan ga je natuurlijk ook wat meer intiemere songs spelen. Maar speel je op een festival, je ziet ook op de visie het is allemaal uptempo acts voor de rest staat. Dan ga je natuurlijk niet alleen maar je ballad spelen. Dan ga je ook wel een beetje. En dat klinkt misschien te erg als pleasen nu, wat sommigen ook wel zeggen, dat moet je als muzikant niet doen. Maar ik vind wel dat je moet wel een beetje kijken naar. Je moet altijd jezelf blijven, maar je kunt wel een beetje shiften en shapen naar de zaal die je op dat moment voor je hebt. Je hebt genoeg nummers om uit te kiezen om dat ook te doen. Heel veel. Ja, maar met band is die keuze iets minder groot, want je hebt natuurlijk niet. Je hebt natuurlijk niet binnen een half jaar tientallen nummers die je toch allemaal niet gaat spelen. Die ga je niet een hele band laten instuderen. Nee, dat is een beetje zonde. Zonde van iedereen's tijd. Ja. Maar wat staat er op de cover van het album? Is dat Etan Huijs? Ja. Dus dat betekent dat iedereen naar jou moet luisteren als bandleider zijnde? Nou ja, ze zijn in dienst van mij, zeg maar. Dus ik heb ook muzikanten met wie ik werk, zijn ook sessiemuzikanten. Maar dat is wel, ik bepaal natuurlijk het bandgeluid en de setlists. Maar dat is wel, in het geval, de band heeft een kern, laten we zeggen, van 3 artiesten. Ik zelf natuurlijk. Ja. Een zangeres / toetseniste, Jory van Geemert. En een bassist / mandolinespeler / backingvocalist, Rens van Dijk. En met ons 3 zijn we de kern. En wij doen ook veel shows. Dus met een van hun als duo of samen als trio, als we niet met de hele band komen. En zij zijn ook wel meer betrokken in het creatieve proces. En in het geval van Jorie, die heeft ook wel veel koortjes, zeg maar, qua backings in liedjes bedacht. En dan natuurlijk is wel de final say van mij, of ik echt, dus blijft mijn liedje. Maar er is wel, wat dat betreft, creatieve vrijheid voor de rest. Ik zeg niet helemaal zwart op wit wat iemand moet gaan spelen. Dus het is niet zo dat jij toen je de plaat maakte gewoon zei van dit is alles wat je moet spelen. Geen noodverschil. Ja? Nee, ik ben altijd in de studio hou ik ook wel van creativiteit. En we hebben de blauwdruk lag er wat liedjes, maar we hebben niet echt complete pre-producties met alles erop en eraan gemaakt. Ik heb natuurlijk wel gedemoed van tevoren, dat iedereen thuis ook door kan luisteren. Maar we hebben ook echt sommige rigoureuze beslissingen wat betreft liedjes nog in de studio genomen. En iedereen is er wel. Ik zeg altijd, ik werk ook altijd met mensen van wie ik weet dat allemaal qua muzikaal of zo goed of beter dan mij zijn. Nooit met mensen waar ik denk, ik ben eigenlijk zelf beter. Ja. Dat doe ik nooit, want het geeft voor jezelf ook altijd een uitdaging dus. Ja, maar dan dat tilt het omhoog. Ja. Hè? En ik denk altijd, die mensen beheersen dat instrument beter dan ik hun instrument beheers. Dus ze weten zelf beter wat daar mooi op is. Ik denk wel altijd, ik schrijf de liedjes en ik bedenk wel welk instrument erbij komt. Soms bedenkt de producer in kwestie ook wel dingen. Maar dan is het altijd wel bedacht. Een voorbeeld, ik speelde een van de liedjes die bij de sessie deed, is Silhouette Dancer. Dat is op de plaat een pianoballade, omdat ik dat in gedachten had als een pianoballade. Okay. Dus we hadden die vleugel even moeten afstoffen boven. Ja, maar ik speel zelf de piano niet, dus... Maar zo is dat geschreven als een pianoballade. En dat moesten gewoon qua piano gewoon akkoorden, niet allemaal losse noten, gewoon akkoorden. En ik hoorde daar een strijkkwartet bij. Dat was ook al lang een droom van mij om met een strijkkwartet te werken. Ik had wel eens met losse strijkers gewerkt, maar niet met echt een strijkkwartet. En dan geef ik die song aan zo'n strijkkwartet en die arrangeren dat dan zelf. Ja, dat kan ik zelf ook niet, maar dat arrangeren ze zelf. Maar dan is het wel... Hebben zij dat gemaakt, maar ik heb de beslissing genomen dat er piano en strijkers opkomen op die track. Ja. Zo moet je een beetje zien en zo is het bij de meeste tracks. Soms bedenk ik een melodietje van... Hey, speel dit eens. Maar het is ook net zo vaak dat ik zeg, ik hoor hier een trompet of ik hoor hier een gitaar of ik hoor hier een weet ik veel wat. En dan pakt iemand dat instrument en dan bespelen ze iets. Maar dat is dan niet per se letterlijk wat ik in mijn hoofd had. Maar in het geval dat het beter was dan wat ik in mijn hoofd heb, dan is dat natuurlijk ook prima. Ja, geen comments geven, doe maar spelen. Ja, doe maar spelen. Ja, dus je maakt op die manier wel je eigen liedjes samen met anderen... toch tot één geheel wat uitvoerbaar is, zowel op plaat als een live scene. Ja. Je bent je bent Nederlands, maar je bent Limburgs ook. Ja. Is er een bepaalde steun vanuit de Limburgse muziekscene of de Limburgse instanties die muzikanten zoals jou helpen? Of is het nou, als ik kijk qua heel Limburg valt dat tegen, maar in mijn woonplaats Venray is er wel wat steun, maar die is er niet altijd geweest. Maar er zijn nu wat initiatieven, soms vanuit de gemeente, die steunen wel. En dat is altijd goed, maar ik heb wel altijd zelf gemerkt, je moet het gewoon zelf doen. En dat vind ik niet negatief, want daardoor... zijn de mensen die verder komen ook de mensen die blijven vechten. En als je naar je tweede verloren gevecht denkt van laat maar zitten, dan was het ook niet echt jouw droom waar je alles voor wilde. Je wilt blijven doorgaan en daar hoef je niet per se van subsidie afhankelijk te zijn of van andere steun. Nee, ik heb nooit... Ik heb al mijn platen ook compleet uit eigen zak betaald. Dat wordt in de toekomst misschien iets lastiger, omdat ik nou fulltime ZZP'er ben. Dus ik had eerst meerdere banen en dan is het net iets makkelijker. Maar het is wel, momenteel gaat het echt prima. En dat is natuurlijk, ik kan nu alleen maar korte termijn denken wat dat betreft, ook qua de financiën. Maar ik heb al de platen compleet uit eigen zak altijd betaald. Dus dat is wel het nadeel natuurlijk als singer-songwriter. Als je een bandje met 5 bent, dan kun je dat nog eens allemaal delen door 5. Nou ja, dat ken ik binnen dit systeem natuurlijk ook. Dan kan ik meteen een plug maken voor mezelf. Want de SharQ Sessions Live, SharQ Talk, de andere concepten die ik doe, de andere projecten die ik doe... zijn eigenlijk allemaal vanuit mij gefinancierd. Ja. Ja, dat gaat op lange termijn niet. Op korte termijn ging het gelukkig wel. Ja. Maar daarvoor vraag ik wel de mensen die hier naar luisteren. Kijk, een podcast is gratis. Ja. SharQ Sessions Live zijn gratis en blijven gratis. Ook allemaal geen probleem. Maar als we het samen kunnen doen, zou het natuurlijk wel fijner zijn. En dat kun je doen door te steunen op patreon.com/mcshark. Linkje staat natuurlijk gewoon in de beschrijving of in de show notes. Daardoor wordt in ieder geval wel mogelijk. Kijk, van artiesten zo, jij hebt nog iets fysieks te verkopen. Ja. Jij kunt nog zeggen van, vanavond kunnen mensen de cd kopen. Kost €15 voor de nieuwe cd, €10 voor de oude. Koop je ze samen, krijg je nog een korting. Ja. Helemaal leuk. Heb je nu geen klap aan, want het luister je na de show pas. Maar dan kunnen ze misschien nog wel terecht op je website of op je Facebookpagina. Ja, de cd's op alle grote... online providers is die te koop. Op Bol.com, cruisen, overal, Sounds. Nou, zet ik ook nog wel een linkje naar Sounds, zet ik wel even erop. Ja. Ik doe dat liever naar Sounds dan naar Bol.com. Sorry, Bol.com. Tenzij jullie me gaan steunen, dan noem ik jullie. Je hebt ze nou toch al 3 keer genoemd. Dan moet ik Sounds nog zeggen, dan is dat ook nog meer. Maar de lokale platenboer steunen is altijd fijner, vind ik. Ja, klopt. Nee, maar na wat je al zegt, voor de toekomst zal het misschien lastiger zijn, maar... het is niet zo tot Limburg echt een handreiking doet richting de muzikanten dan? Of is dat wel... Nou, ik heb wel inmiddels niet heel lang geleden een gesprek gehad. Ik weet dat er diverse fondsen, ik geloof dat dat ook vanuit... Pop in Limburg. Pop in Limburg, ja, ja, dat was hem. Ik was hem even aan het zoeken. Dat er binnenkort iets mogelijk wordt met, met ook een soort van support eraan vast. Maar dat is wel... dat is nog steeds marginaal, maar natuurlijk is alle support meegenomen. Ja. Maar ik ben zelf nooit zo'n hele grote fan geweest van crowdfunding. Ik weet dat het voor heel veel mensen goed werkt. Maar ik heb er om twee redenen dat ik daar zelf niet graag mee werk. En ik heb dat eerste is, als ik een album wil gaan maken, dan is dat 100% mijn keuze en ik heb 100% de vrijheid, maar dat is niemand anders heeft per se gevraagd om dat album. Dus ik vind de financiële kant, ja, vind ik mijn probleem. Maar en dat is misschien niet voor iedereen een even goede reden. Maar de andere reden is dat je weet ook niet hoeveel fans je kunt mobiliseren om dat te doen. Het is heel lastig om een streefbedrag erin te zetten. Ik denk als ik hem al hoger ga zetten dan 5000 is het al lastig. En uit mijn ervaring weet ik, de plaat maken en drukken en alles wat erbij komt... Kijken, gaat het om veel meer dan 5000 euro. Dus dat is al een... het is slechts een kleine bijdrage. Dan hebben we het nog steeds over een marginaal iets. Met ook nog eens het risico dat je je streefbedrag niet haalt en op je bek gaat. Maar het is gewoon... Daar zijn oplossingen voor. Dat is zeker waar. Maar dat is... voor mezelf vind ik gewoon het wel zo fijn dat ik dat helemaal zelf in de hand heb. En ja, ik vind juist heel mooi dat je dat ook te spreiden door het hele jaar. Want dan kun je een sessie dan en een sessie dan en dan... Ja, ik vind het juist heel mooi wat je daarin zegt. Want inderdaad, mij wordt ook heel vaak toegezegd van, ja, of toegezegd, moet ik niet zeggen, toegespeeld zo van, ja, ga dit via subsidies doen. Ga je projecten opzetten door middel van subsidies. En dan moet je je kosten inbrengen. Aan de andere kant, zeg maar, volledig de tijd. Want ja, dat zijn dan je kosten die je zelf inbrengt. Ja. En dan kun je het op die manier levelen en zoveel mogelijk geld eruit brengen. Tuurlijk, hè, Pop in Limburg, als jullie me willen steunen, mogen jullie me zeker steunen. Maar ik vind het inderdaad zelf ook wel fijn als je het gewoon zelf kan financieren. Maar als we het samen kunnen doen met de maatschappij, degene die jouw cd's koopt, zorgen er ook voor tot de volgende cd natuurlijk mogelijk is. Ja. Mensen die via patreon.com/mcshark mij steunen, zorgen er weer voor tot er een volgende SharQ Sessions Live komt. Zo simpel gaat dat riedeltje natuurlijk. Ja. Subsidianten zijn wel fijn, omdat ze soms wel sneller een groter bedrag kunnen neerleggen. Dat is natuurlijk het enige verschil. Ja. Als jij een plaat zou maken en je zou Sena daarop aanspreken... Dan kan Sena natuurlijk wel een bijdrage doen aan je nieuwe plaat. Ja. Er zitten niet heel veel eisen aan. Zeker niet als je voltijds muzikant bent. Dat is een van de eisen namelijk. Maar dat geeft je natuurlijk wel weer wat mogelijkheden om misschien wel wat meer strijkkwartetten in je plaat te verwerken. Want ja, die sessiemuzikanten moeten ook gewoon betaald worden. Zo simpel is het natuurlijk ook. Op het moment dat je nu die plaat afgelopen jaar hebt uitgebracht, is het dan ook zo dat je meteen gaat doorkijken naar wat zou ik dan het volgende willen maken? Of is het eerst rust in je hoofd terugkrijgen en dan pas weer naar het volgende toe? Creativiteit die ligt nooit stil eigenlijk, nee. Maar het is wel, ik heb met deze bladen veel duidelijkere keuze gemaakt. Welk veld ik wil bewandelen. Dat ik meer die stap richting Americana en die tijdloze popliedjes. Maar dan niet zozeer... ik heb wel eens hele lichte rockachtige invloeden gehad of toch wat meer traditionelere pop. Maar sinds ik die stap heb gezet naar de meer richting de Amerikanen en folk en zelfs wat country-achtige dingen, merk ik dat mensen mij steeds meer daarin wegzetten. Dat soort festivals me boeken, dat ze me vragen voor dat soort voorprogramma's. Maar dat betekent ook, het is fijn, mensen weten nu wat ik doe en het is makkelijker te plaatsen. Ja. Maar dat geeft wel aan, het is niet slim van mij om hierna een compleet ander soort plaat te maken. In ieder geval niet met deze naam voorop. Nee, dus maar ik wil mezelf wel weer blijven vernieuwen. Maar je hebt toch iets nauwere kadertjes dan dat je voorheen werkt. Omdat je nu merkt, dit werkt en dit slaat aan. De recensies zijn supergoed, allemaal, stuk voor stuk. En dan ga je niet ineens zeggen van, dit winning team gaan we compleet even omgooien. Ja, het is wat ik zeg, je kunt het proberen, maar dan zou ik er een andere naam op zetten. Ja, bijvoorbeeld. Want dit blijft dan een beetje inderdaad in de gedachten van de mensen hangen. Als jij hier ergens staat, dan krijg je dit ongeveer te horen. Ja. Je zegt al, dit jaar heb je nog een aantal festivals staan. Een aantal concerten. Is er al iets wat je kan pluggen? Iets waarvan je zegt, mensen die luisteren, kom naar... Ja, ik heb, dus er staan sommige toffe festivals. Die zijn, ja, eentje is trouwens wel in Limburg. Ik wou net zeggen, die zijn niet in Limburg. Er zijn ook mensen die buiten Limburg deze podcast luisteren, toch? Ja, maar ik wil even Limburg promoten natuurlijk. Dat doe ik toch hier. Zeker, zeker. In Limburg spelen we op Gellis Open Air. En dat is ook het weekend van Pinkpop. En dat spelen we op die zondag in mijn hoofd. En dat is daar is het altijd mooi weer, mensen. Altijd. Altijd. En dan spelen we dus met de hele band. Dat is tof. En dus spelen op... verder buiten? Binnen. Weet ik eigenlijk niet. Buiten, denk ik. Buiten, binnen is meestal iets meer rockachtig. Dan denk ik buiten. Oké. Maar dan, ja, daar spelen we. En we spelen op in Zwartsluis op het Watermuziek Festival. We spelen heel veel andere toffe acts. Town of Saints, Jorik van Noorden met band. Town of Saints heb je kunnen horen in de vorige podcast, mensen. Dus als je wat meer over Town of Saints wilt weten, luister even een paar podcasts terug. Precies, ook een hele toffe band. En ja, daar openen we op de mainstage. En we zijn nu in gesprek om later op de dag nog ergens een festival te doen. Dat heb ik vandaag gehoord dat dat 90% rond is, maar ik kan nog niet noemen welk festival. Want dat, gewoon de site in de gaten houden. De site in de gaten houden. En, er staan nog een hoop dingen op het programma. Ik weet niet de hele agenda uit het hoofd. Dat zijn, niet, het zijn veel dingen, maar nou ja, er staan veel toffe dingen. Het lijstje wat je voor deze week had neergezet, dat is een behoorlijk lijstje. Dat was al een behoorlijk lijstje, ja. Maar dat is, ja, we zijn flink aan de gang. Nou ja, lekker bezig. Dat is alleen maar fijn, ja. Dat is alleen maar goed. Waar kunnen mensen je vinden? Ik heb geen officiële website. Ik doe alles Facebook is ook hetzelfde. Ja, dus ik doe het gewoon op Facebook. En mijn naam is dus Etan Huijs. De voornaam is zonder de H, E-T-A-N, Huijs. Er heten niet heel veel mensen zo, dus ik neem aan dat je me gelijk vindt als je me zoekt op Facebook. En anders een linkje in de show notes of in de omschrijving, dat kun je hieronder gewoon terugvinden, dat is allemaal geen probleem. Zal ik in ieder geval ook even wat muziek erbij zetten. Ja. Linkje naar je Spotify, want daar is het natuurlijk het meest makkelijk. Dan krijgen we even die streams dan omhoog. Ja, exact. Gewoon die miljoenen in, net zoals Boef, en dan is geen enkel probleem. En anders staat bij Sounds is gewoon de platenkoop. Moet ik trouwens ook een video gaan maken dat ik zo in mijn onderbroek op straat ga rennen of iets? Daar kunnen we het na de podcast even over hebben, als dat wel of niet hier in Voerendaal willen gaan opnemen, zo meteen nog. Ja. Ja, misschien, ja, dat is wel een hele mooie straat. Nee, laten wij maar gewoon afronden. Niet voordat ik nog even gezegd heb, want natuurlijk, dit is SharQ Sessions Live nummer 7. Nummer 8 staat ook al op de planning. Die gaan we ook... 3 minuten geleden hebben we die bekendgemaakt. Ja, tijd in de podcast klopt helemaal niet. Maar dat maakt niet uit, mensen. Die staat gewoon nu live. Linkje natuurlijk ook in de beschrijving. Want de volgende SharQ Sessions Live gaat op dinsdag 9 april door. En dat is dit keer met de Amerikaanse rapper One Word. Dat gaan we in de nieuwe Noor in Heerlen doen. Welke betere plek kun je voor hiphop bedenken natuurlijk. Dat gaan we zoals altijd gewoon gratis doen. Dus kom vooral langs, wees welkom. In dit geval komt er ook weer een support mee. Aangezien hij uit Amerika komt, vond ik wel tot... we even een plekje voor een Limburgse hip-hop act mochten verzorgen. Dus Broden uit Roermond komt mee. Dus wil je daar gewoon bij zijn, kan dat gewoon. Wat ik al zeg, helemaal gratis op dinsdag 9 april. En dan gaan wij nu naar boven toe. En gaan we eens kijken hoeveel mensen er inmiddels zijn. Want ik denk dat de kroeg inmiddels bijna vol staat. Een half uurtje voorhand, dan mag dat wel. Ja, voor degene die deze podcast luisteren, dankjewel voor het luisteren. Alle linkjes dus in de show notes en in de omschrijving hier beneden. En ja, tot de volgende SharQ Talk. Doei! Doei!